Donderdag 25 januari heeft de burgemeester de gemeentelijke onderscheiding in zilver uitgereikt aan mevrouw Ans Engelen. Meneer Engelen, wat vindt u een fijne kant? Links, rechts? Mevrouw Engelen, u bent in 2006 vrijwilligster geworden bij de vrouwenvereniging Nunegerde. 2006, dat klinkt als heel dichtbij, maar dat is toch alweer ruim 12 jaar geleden. Mevrouw Engelen, u bent getrouwd met meneer Engelen, maar met Jan. En ze noemen u, meneer Engelen, ook wel de handyman. Mevrouw Engelen, ik ga afronden. U bent een vrijwilligster in hart en nieren. En zoals u misschien wel weet, zijn wij in Nuenen ongelooflijk trots op vrijwilligers. Want vrijwilligers zijn de kurk waar de hele gemeenschap op draait. De gemeente kan het allemaal niet regelen, de bedrijven kunnen het allemaal niet regelen. Maar het gaat juist om organisaties zoals jullie allemaal vandaag met elkaar zitten, die de tijd en de moeite nemen om, zonder daar meteen zelf beter van te worden, mevrouw Engelen, veel tijd en energie te steken in hoe het met anderen gaat. En juist dat heeft ons ertoe gebracht om vanavond hier aanwezig te zijn, in de wetenschap dat u weliswaar vanavond afscheid neemt als bestuurslid. Het stelde mij dan weer gerust, u blijft betrokken bij de vrouwenvereniging. Goed, genoeg gelachen, dan gaan we weer over naar iets heel serieus. Het is belangrijk om mensen zoals u, ook als een voorbeeldfunctie voor onder andere onze jeugd, van tijd tot tijd in het zonnetje te zetten. Dat is de reden dat wij hier vanavond aanwezig zijn. En ik kan u meedelen dat het gemeentebestuur, het college van burgemeester en wethouders, heeft besloten haar waardering over te brengen aan u. En daarom wil ik u vandaag bedanken voor uw jarenlange inzet. En dat betekent dat u van uw burgemeester vanavond krijgt de zilveren erepenning van de gemeente. Ja. Ja, meestal wel, maar na gisteren meer zeker. Goedenavond, mevrouw Engelen en meneer Engelen. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere onderscheiding. Was het een verrassing? En iedereen zijn mond goed dicht gehouden? Absoluut was het een verrassing. Ik heb helemaal niks gehoord of gezien, dus nee, prima. Nee, het is toch altijd een hele organisatie, dus een heel wat mensen die er vanaf weten. Dus, ja. Kan ik me voorstellen, hè? Als je zoveel kinderen hebt en dat ze allemaal stil moeten houden en zich niet verpraten. Dus nee, ja. Het is goed gelukt. Mooi. U heeft een enorme staat van dienst, heb ik zojuist van de burgemeester gehoord. Wat doet deze bijzondere onderscheiding voor u? Nou, deze bijzondere onderscheiding vind ik dat eigenlijk niet alleen mij toekomt, maar heel onze club, want we zijn met enorm veel geweldige dames als die zich al vrijwilliger manifesteren. Dus ik vind dat eigenlijk bijna iedereen toekomt. Ja, dat begrijp ik, maar u bent toch degene die de kar trekt, heb ik begrepen. Hè? En de ideeën naar voren brengt en dergelijke, dus dat kost enorm veel tijd. En uw man zal daar ook af en toe wel onder te lijden hebben, of? Nee, het valt mee. Valt mee? De laatste weken, de laatste maanden is het nou al druk geweest. Ik wil gaan zeggen, maar het valt eigenlijk wel mee. Oké. Okay. We hebben een goede evenwicht. Nou, ik wens u een hele fijne avond. Geniet van deze onderscheiding en het zal een leuk feestje worden. Ja, dat verwacht ik absoluut. Ja. Dank u wel. Okay. Dank u wel. Ja,